Ja, die moet ook mee. Ja, neem maar mee. Ja, die. Jongens, kijk even uit met die hengels hier in die deuropening. Kan je daar goed vissen dan? Ja, wat denk jij? Erwin is gevonden. Hij is dood. Is het hash? Nee, coke. Hoeveel jaar denk je dat je krijgt als je hiermee gepakt wordt? Die boezen in de winkel. Dat kan niet. Ik vind het veel te gevaarlijk. Wat als ik opgepakt word? Hoe moeten die kinderen dan? Sorry. We zijn bijna klaar. We hebben een probleem. Erwin had nog een schuld. Wat? Rosales moet 8 ton hebben voor die coke van Erwin. En snel. Rosales? You find cash. Somewhere. We always get our money. Man, kom, we zijn klaar. Vorige keer sneed ze de polsen door. Ja, dat heeft ze verteld. Ze heeft een bipolaire stoornis. En wanneer kan ik haar zien? Ze wil u niet zien. Man, kom, we zijn klaar. Ja, ik ga toch niet mee. Maar het was toch jouw idee? Ik dacht dat ik eraan toe zou zijn, maar... Ooms is een bloedzuiger. Hij heeft zwart bij zijn kladden. En hij laat hem niet gaan voordat hij al mijn poen uit hem getrokken heeft. Sorry. Ik wil dat je ervoor zorgt dat zwart de erfenis van je vader overdraagt aan mij. Dan krijg ik een kogel in mijn rug, net als Erwin. Ja. Ik breng deze even naar de autoshow. Ze wil zijn geld zien. Oom, ze wil me kapot hebben. Ik kan niet weg. Ik kan niet blijven. Kan hem. Luister, wat moet ik doen? Teugels strak in handen nemen. Kan het. Opa! Als zij niet meegaat, ga ik ook niet mee. Lucien, ga gewoon met ze mee. Ja, ik ben gek. Luus, dit is geen vraag. Gaan ze ons nou met rust laten? Nee, dat denk ik niet. Wat ga je doen? Ik weet niet of ik hier ooit nog uit ga komen. De enige manier is dat ik sterker ben dan die anderen. Jullie moeten weg zijn. Met jullie hier ben ik kwetsbaar. Ik kan alleen handelen als jullie weg zijn. Handelen? De weduwe wil ook graag 2 Walter P5's. Alsjeblieft. Gauw. Lucien, was je goed op Bordes? Doei. Zelf al bekeken. Kist, massief eiken. 5.575 euro krijgt de kleine. Waarom die uitvaart zo duur was, dat begrijp ik ook niet helemaal. Waren jullie niet verzekerd? Jullie? We zijn nauwelijks aan jullie geweest. Hier wannetje. Hij heet Junior Fiep. Junior? 10.000. Dat hebben jullie toch wel? Ja, waar is alles dan gebleven? Denk je dat het Erwin het uit had gemaakt? Het was je zoon. Geen geld? Dan ook geen kleinkind. Denk erom dat je goed voor dat kindje zorgt. Heb jij geen geld meer?
En ze zijn nooit eerder gebruikt? Nee. Niet dat ik een of andere moord in mijn schoenen geschoven krijg waar ik niks mee te maken heb. Wou je er een garantiekaart bij? Jij krijgt van mij de dubbele hoeveelheid. Maar dat is wel inclusief de 2 snoepjes. Dit geef jij zomaar aan mij. Zonder onderpand, zonder iets. Je gaat me niet naaien. We zijn wel zulke goede vrienden dan. Je naait me al. Wat ik jou reken, dat is ver onder de marktwaarde. En daar zeg jij niks van, toch? Maar dat is oké. Want dan weet ik zeker dat jij terug gaat komen. Dat noemen wij een win-win. Win-win. Dikke onderkin. Dit spel is er altijd een verliezer. Ik teken niks. Erin. Je hoeft dit niet te doen, hè? Ik wil je nergens toe dwingen. Het is een grens die we overgaan. Is het echt nodig? Nou, dan doen we het. Ja, de kermis. Oké. Nee, liefie. Ik laat je niet in de steek, dat weet je toch? Kijk. Alles wat van André was, wordt van mij. Is je moeder al geweest? Ik hoef mama niet te zien. Waarom niet? Omdat ik wil dat ze ophoudt met liegen. Waarom denk je dat ze liegt? Om jou te belazeren of om jou te beschermen? Zolang jij precies doet wat ik zeg, hoeven de kinderen niks te merken. Jullie gaan met ons mee. Carmen, wat is dit, joh? In die zwarte Volvo instappen. Zeg maar tegen de kinderen dat we iets leuks gaan doen. Oké, hoppakee. Kan ik afspreken? Carmen, nee, we gaan naar het tropisch zwemparadijs. Maar daar kan hij toch mee?
Nee, dat kan niet. Ander keertje. Nee, wegwezen. Nu. Oké, kom. Stap. Kom jij maar mee, meisje. Blijf niet. Mam. Wat is er? Zorg dat hij instapt. Nu. Mam. Wie zijn dat? Kom maar, we gaan zwemmen. Ja. Lieverd, kom maar. Ik ben maar vertrouwen. Zorg dat hij instapt, nu. Wie zijn hun? Nu, komen. Nu. Nu. Komen, alsjeblieft. Nu, komen. Ja. Kom maar, lieverd. Heel goed. Zo, een leuk dagje maken. Hè? Geef mij je mobiel even. Jongens, naar binnen. Kom maar. En jij blijft hier. Ik wil naar huis. Maak je maar geen zorgen, Nikki. Het gaat best leuk worden. Toch, Pam? Ja. Hm? Doe jij de kinderen dien? Kom, jongens, wij gaan even lekker een mooie tekening maken. Wij gaan even bellen. Hier. Gaan we hier lekker aan de bar zitten? Over. Bier. Dit is wel leuk. Tekening voor opa. Ja? Zo. Pap? Het is er. Wij worden vastgehouden. Henk, luister. Wie is dit? Morgen om 10 uur 's ochtends staat Simon Zwart ongedeerd op de Blauwbrug. Carmen? Zo niet, heb je 1 kleinkind minder. Als je hem om 11 uur nog niet hebt laten gaan, mis je de 2. Om 12 uur heb jij geen dochter meer. Je blijft met je klauwen van Pamela af. Zo. Pannenkoeken. Als jij mijn kinderen met 1 vinger aanraakt. Voor jouw kinderen kan dit een leuk uitje worden. Of een nachtmerrie. Helemaal aan jou. Hey, zijn jullie lekker aan het tekenen? Doe even je jasje uit. Sigaretje doen? Even liggen, denk ik. Ja. Gaat-ie wel. Ik let op jou, jij let op mij, toch? Nee, maar die heb ik hier. Dus... Kijk, neem die even mee. Dank je. Ik had nog een vraag. Natuurlijk. Ik wilde mijn moeder toch wel zien, geloof ik. Nou goed, wil je er zelf bellen? Liever dat ze gewoon langskomt. Prima. Ik laat het weten als ik haar gesproken heb, ja?
niet zien. We zouden toch samen gaan? Morgen zijn we weer thuis. Wat willen ze? Helemaal niks, schat. Er is helemaal niks aan de hand. Ga maar gewoon lekker slapen, oké? Ik ben bang. Ach, lief. Doe maar rustig. Het komt allemaal goed. Nou, slaap lekker. Slaap lekker, hè? Glaasje wijn, Ems. Gezellig doen? Doosje brie erbij, open haartje aan. Nee, of je een glaasje wijn wil. Ja, lekker. Pim, het is niet persoonlijk. Hoezo niet persoonlijk? Mijn kinderen liggen daar te rillen van angst. Dus dat heb je aan je vader te danken, niet aan mij. Alsof jouw familie zo onschuldig is. Ik heb jouw vader vrijgesproken en hij stuurt een huurmoordenaar op mij af. Ik heb hier niet om gevraagd, hoor. Simon Zwart is gegijzeld. Mijn broer is vermoord. Jouw vader wil mijn hele familie kapot maken. En jij gaat kopjes thee met hem drinken. En je laat je kinderen met hem voetballen alsof hij de liefste opa van de wereld is. Dat is hij niet. Het is een moordenaar en dat weet je. En hoe weet jij zo zeker dat mijn vader mij belangrijker vindt dan zijn zaak? Doe me toch maar een wijntje. Nou, daar gaan we. 1, 2, naar bedje toe. Omhoog en ga zitten. Verdomme. Ga zitten. Ga zitten. Ruim ik zo wel op. Liggen houden. Rustig. Zo. Even een doekje halen. Zo, Dagobert, het is feest. We gaan je vandaag vrij laten. Ik heb gehoord dat je wilt tekenen. Dus gaat Olaf hier nog even wat dingen met je doornemen. Er moeten wat volmachten worden getekend, inloggen bij de bank. En dan klaar. Hoe weet ik dat je me niet afmaakt? Niet. Dat weet je niet. Maar als je niet meewerkt, dan maak je sowieso af. Alles met je vrouw oplossen. Jullie komen er wel uit, hè? Lezen, gewoon tekenen. Het is allemaal niet zo moeilijk, hè?
Ik mis een vork. Blijf kijken of je nog wel wakker was, hoor. Nathalie, kan je even spreken? Ik heb geprobeerd je moeder te bereiken, maar de mobiel is buiten gebruik. En ik heb ook naar een vast nummer gebeld van een meneer waar jullie van huren, volgens mij. Dit is de boer. Volgens hem is je familie gisteren op vakantie gegaan naar de Ardennen. Spijt me. Zei je toch, ze heeft je gewoon laten barsten. Nu heb je alleen mij nog. Kijk eens, hier. Naar opa en mama komt ietsje later, oké? Okay? Wees maar niet bang. Dat voelt ook nog. Dag liefjes, tot straks, hè? Dag. Tot straks. Kom, we gaan in de auto zitten. Ja. Sorry jongens. Het komt goed. Ja, schat. Ik ook. Is er echt op jou geschoten? Ja. Waarom dan? Dat moet je aan je opa vragen. Waarom moet ik dat aan mijn opa vragen? Laat maar, Elroy. Het was onzin. Is het een lieve opa? Hij kan een aap nadoen. Een aap? Een gorilla. Naar de wc. Oh. Dat is nou jammer voor je. Nee, echt. Ik moet plassen. Sandrina.
Pamela? Eerst zwart en dan krijg je Pamela. Dat is niet de afspraak, hè? Dat is ook niet de afspraak wat jullie met hem gedaan hebben. Je zou met je poten van hem afblijven. Luister, geen Pamela, geen zwart. Oké, geen zwart. Dan maak ik ze alle drie één voor één af. En dat mag jij dan aan je baas gaan uitleggen. Ik moest schijten. Gemeens bek houden. Wil je dat ik hier schijt? Ja, dan schijt ik hier, joh. De laatste halte, daar wacht Carmel op je. En wie ben jij? Niemand. Zeg het maar. Waar is Pamela? Als ik niet over een half uur terug ben, is Pamela dood. Zeg het maar. Waar is ze? Het is een jongen. Doe jij alles wat die ouwe zegt? Hè? Ga jij mij nu neerschieten? Hier. Hey. Wat is dat? Carmen! Carmen! Carmen!
Pamela sterft zonder mij. Karen! Je kunt haar niet vinden. We zullen zien of ik haar kan vinden. Het is fout gegaan. Hoe kan dat nou? Oké, tot later. Kom, we gaan. We zouden toch gaan? Samen. Zwart. Tien. Wat is er gebeurd? Waar is Pamela? Is Pamela. Thank you.
Hebben jullie lang gereden? Weet ik niet. Weet je niet, hè? Waar naartoe? Naar een soort van café. Ja. Café? Mm-hmm. Ah, heb je wat gedronken? Ja. Nog wat gedaan? Ja, we hebben tekening voor jou gemaakt. Oh, wat leuk. Dank je. Ah, dat zegt jij. Heel goed, Nicky. Hallo, waarom doet het ding het niet? Het gaat toch gewoon via satelliet? Waar? Ja, vanmorgen deed dat ding het nog. Hé. Hey. Portret van mij gemaakt. Ja. Barry? Barry! Morgen is mama weer thuis, jongens. Morgen is ze er weer. Wat gaan we nou doen? We doen alsof ze nog leeft. We gaan doen alsof ze nog leeft en we laten zien dat we het menen. Schiet op. Wil jij de achterbak verstopen? Niks? Nee. Piep! Ze vloog me tegen het raam. Ik dacht al dat ik wat hoorde. Een mus.
begraven, maar in de tuin. Beide series van Penosa zijn op DVD verkrijgbaar, exclusief bij de KRO voor €22,95. Bestel direct via webwinkel.kro.nl. Doorgaan nu, hè?